Goedemorgen, een hele hele goede morgen, lieve YouTube kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen. Het is 18 februari. Ja, zondag 18 februari. Is het een bijzondere dag? Niet specifiek. Is het een rare dag? Ja, want het regent. Ja, zondagmorgen 8 februari. Om met de deur in huis te vallen, vorige week besluit genomen om, en ik heb het ook aan de jongens bij het voetballen aangegeven, om eind van het seizoen te gaan stoppen als verzorger bij Juliana. Ik heb natuurlijk vorige week al wat laten weten in verband met werk. Dat qua reistijd en dingen organiseren en zo allemaal lastiger in elkaar gaan steken, krijg ik meer te maken met mogelijke avonddiensten en ook af en toe een weekend of een dag in het weekend. En ja, het zou lastig worden. Nogmaals, het is een uur waar ik ga werken, Oorschot, om een uur rijden. 45 minuten rijden om thuis te komen. Nou goed, als het dan een beetje tegen zit, dan zit je dan weer op beterkolen, zoals ze dat alles noemen. Ik ben graag iemand die dan de afspraken nakomt om op tijd te zijn. Dan had ik in principe qua werktijd, omdat ik daar maar 36 uur werk, had ik wel wat kunnen fixen in verband met de tijd om daar weg te gaan. Als ik dan bij spreken om 3:30 klaar ben, ja, dan zou ik om 4:30 thuis zijn, zou het nog tijd zat zijn. Maar dan krijg je natuurlijk andere zaken die dan gaan spelen. Bijvoorbeeld met bekerwedstrijden. Of straks in de voorbereiding. Dat je dan andere dagen moet gaan trainen dan de dagen die je gewend bent of iets dergelijks. Ja, en dan wordt het lastig met die combinatie om dat dan te vinden. Moet je weer gaan skippen. Met mijn vorige werk was ik gewoon, het weekend was ik gewoon klaar, hoefde ik te werken. Ik was al nagenoeg eigenlijk altijd gewoon een tijd thuis. Maar ja, dit is even iets anders. En werken dan toch belangrijker dan voetballen. Menigeen zullen het misschien anders vinden. Van de jongens die dat anders zullen bekijken. Van nu ben je belangrijker. Maar dat geeft niet. Dat is ook leuk. En ja, je zit ook een beetje in de zin van zes jaar bij Juliana gezeten. Nou, misschien is het ook wel tijd. Misschien is het ook wel tijd om ermee te stoppen. En ja, ik weet niet. Het is een beetje, ook voor mij natuurlijk, een beetje mixed feelings. Natuurlijk Juliana altijd warm. Leuk om te zijn, met jongens om te gaan, wedstrijden te doen, trainen goed. Ja, weet je, het is niet dat het ergens aan ligt waarop er een kink in de kabel is gekomen, dat ik niet meer bij Juliana wil zijn of wat dan ook. Dat is het helemaal niet. Het is gewoon puur vanwege het werk, werktijd die ik ermee kwijt ben, reistijd, allerlei andere factoren dan dat het niet meer leuk zou zijn. Dus dat. En voor de rest, over het werk, het is wel heel anders werk. Zeker anders werk. Fysiek minder belastend, oké, zeker waar. Maar nu de mentale belasting is iets hoger. Ook omdat je nu in de leerfase zit, je moet dingen gaan oefenen, gaan leren. E-learnings zijn er te doen. Die je moet doen. Dat brengt natuurlijk ook weer een extra belasting met zich mee. Met betrekking tot, in dit geval, het geestelijk stukje. Het mentale stukje. Dat je, ja, wat kan ik erover zeggen? Ik weet niet wat ik erover moet zeggen, maar ja, het is gewoon Niet te vergelijken met wat ik deed. Maar wel leuk.
wel interessanter. En dat is waar ik het dan heb gedaan. Dus omdat ik wist dat het best wel een interessant gegeven was om daar te gaan werken. Je bent zeg maar, een soort conciërge, dus allemaal leuk klusjes doen en ditjes en datjes. Dat zijn ook dingen die, waar je dus aan moet denken. Dat je zeg maar, meer wat computerwerk erbij hebt zitten, omdat je dingen moet registreren. Als er een montage gedaan moet worden extern, dan moet je dat aanmelden. Dan moet je ook zorgen dat als er een monteur komt, dat je ook aanmeldt bij de beveiliging. Allemaal dingen waar je even aan moet denken en dat is nieuw. En dat is even een dingetje. Dus, maar goed, ik ben in ieder geval thuis. Ik ga dit afronden. Dus, die jongens zei ook meteen van, ga je straks wel door met vloggen, omdat je dan niet meer over het voetbal hoeft te praten of wat dan ook. Er komt vast wel weer een andere, hè. Met werk kan ik dingetjes wel, waar kan ik niet alles vertellen. Ik heb bepaalde zaken waar ik natuurlijk niet over kan uitweiden, maar dat komt vast wel goed. Ik ga gewoon door daarmee, dus het is niet zo dat als ik nou met voetbal stop, dat ik ook met dit stop. Nee, ik ga gewoon door. Dus, maar het zal er wel minder over voetballen gaan, dus ik kan er niet terugzaken van oké, afgelopen weken wedstrijden gewonnen of verloren of wat dan ook. Of dit of dat, of bepaalde jongens die dan weer geannounced willen worden. Zo'n Kalito die iedere keer van, noem eens een keer in de vlog. Nou Kalito, bij deze, je bent genoemd in de vlog. Klaar, en Job en Thomas en allemaal, jullie zijn een keer genoemd in de vlog. Klaar. En dat geneuselijke een geintje natuurlijk. Nee, maar af en toe dan zijn er wel van die jongens die dan zeggen van, noem maar eens een keer een vlog, nou bij deze. Dus, nogmaals, ik ga afsluiten. Het regent weer, ik kom weer bakken te heen, het zal de hele dag regenen. Dus dat is dan eigenlijk ook wel fijn, omdat ik ermee stop, heb ik daar in ieder geval geen gezeur meer mee. Dat ik met dit soort takken weer op het veld moet gaan staan, of in ieder geval op de bank moet gaan zitten. Nou, dat is wel weer een voordeeltje. Ja. Dat is wel een voordeel, dus. Maar goed, in deze zeg ik tot de volgende keer. Volgende week zondag. En dan gaan we weer een nieuwe maken. Ik zeg de groeten. Tot de volgende keer. Oh ja, de duimpje omhoog. Even abonneer op het kanaal. Tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.